Het kan volgens mij nooit moeilijk zijn. Het is een techniek die al bijna een eeuw bestaat. En toch vraag ik me af, hoe kan het dat als ik de trappers achteruit trap, de fiets in één keer stil komt te staan? Hoe werkt een terugtraprem? Waar kan ik dat nou beter laten zien dan bij de fietsenmakerschool? Ik ben vandaag in Nieuwegein bij de Tweewieler Academy. Ik ga het proberen uit te leggen onder toeziend oog van fietsenmakersleraar Mike. En als ik iets verkeerd zeg, dan grijpt hij in. Absoluut. Hier gebeurt het allemaal in de naaf van het achterwiel. Als ik ga trappen, dan zorgt de ketting ervoor dat het wiel gaat draaien. Nou, als ik stop met trappen, nou, dan blijft het wiel gewoon lekker draaien. En als ik nu terugtrap, dan stopt het wiel. Maar wat gebeurt er nou precies allemaal in die naaf? In die naaf zit dit hele kleine stukje schroefdraad. En dit is dan weer verbonden met de trappers. En op dat stukje schroefdraad zit dit hele handige moertje. Konus. De konus dus. En kijk, als ik ga trappen, dan zie je dat de konus naar binnen draait. En trap ik de andere kant op, dan zie je dat hij naar buiten draait. Dus hij kan eigenlijk twee kanten opdraaien. Nou zitten deze twee onderdeeltjes weer op een hele handige manier gemonteerd in deze cilinder. Naafhuls. De naafhuls dus. En als je goed kijkt, dan zie je dat die naafhuls hier aan de binnenkant wat dikker is. Nou, en deze twee vormen, die zorgen ervoor dat je er hele leuke dingen mee kunt doen. Nou heeft Mike voor ons deze naafhuls opengezaagd, kijk. Zodat we precies kunnen zien wat er aan de binnenkant gebeurt. Kijk. Moet je zien, hier zie je de konus zitten met daaronder de schroefdraad. En die zit dus vast aan de trapper. En wat gebeurt er nou als ik ga trappen? Dan zie je dat die konus richting de verdikking van de naafhuls schuift. Dus naar de binnenkant toe. En die neemt dan als het ware het wiel mee. En dan ga je dus lekker vooruit. Als je stopt met trappen, dan gaat die konus terug naar het midden. En dan, nou ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Kijk, dan kan die gewoon lekker rustig blijven ronddraaien. En als ik naar achter ga trappen, zo, kijk, dan komt hij hier twee hele slimme stukjes ijzer tegen. De remsegmenten. En die remsegmenten die drukken naar buiten tegen de naafhuls aan. En zo wordt dan het wiel eigenlijk tot stilstand gebracht. Nou zijn al die onderdelen van ijzer toch, Mike? Maar ja. Zorgt dat er niet voor dat het heel snel slijt? Nee hoor, dit model hebben we helemaal schoon en droog gemaakt. Zodat we het goed kunnen zien. In het echt ziet het er zo uit. Helemaal vol vet om alle onderdelen te smeren. Dus eigenlijk is die binnenkant gewoon een hele smerige bende. Zo werkt dat dus, een terugtraprem.